Ga comfortabel zitten of liggen en zorg dat je geen knellende kleding, schoenen en dergelijke aan hebt. Maak je hoofd leeg en je gedachten stil. Ontspan je lichaam, je gezicht, je kaken, helemaal ontspannen, je schouders, je nek zijn helemaal ontspannen. Je armen, je handen, voel je vredig. Je romp, je heupen, laat deze spanning helemaal los. Je benen, je voeten, tot je helemaal ontspannen bent. Concentreer je op je ademhaling. Haal langzaam en diep in via de neus. En adem langzaam en helemaal uit via je mond. Adem langzaam en diep in via je neus. En adem langzaam en helemaal uit via je mond. Adem langzaam en helemaal in via je neus. En adem langzaam en helemaal uit via je mond. Wanneer je je doel visualiseert, sluit je je ogen. Stel je voor dat je heel langzaam richting je doel zweeft. Hoe dichter bij je komt, hoe sterker de aantrekkingskracht is die je doel op je heeft. Alsof de energie van jouw doel magnetisch is. Zie jouw doel voor je, levensgroot. Verbind jezelf met jouw doel. Open je bewustzijn en verleg de grenzen van je gedachten. Kijk om je heen en misschien zie je een deur of een poort. Daar is je doel. Je kan ook een gordijn zien. Daarachter zit je doel. En kijk of je door de illusie heen kan gaan en de universele waarheid kan bereiken. Als je werkelijk diep contact maakt met jouw doel, kan je na deze ervaring een verandering in jouw eigen energiesysteem waarnemen. Je zou je misschien een beetje duizelig kunnen voelen of wat licht in je hoofd. Dit zal bij ieder persoon verschillen. Geniet van deze reis. De magie van jouw doel wacht op jouw overgang. Stel je een grote oranje piramide voor in jouw onderbuik. De vier muren van deze piramide vertegenwoordigen de kwaliteit, welzijn, het gevoel
ergens recht op te hebben. Ook genot en overvloed. Blijf rustig ademen. De verste linkermuur van de piramide vertegenwoordigt het gevoel ergens recht op te hebben. Dit omvat jouw recht op genot. Jouw recht op overvloed. Jouw recht op een goede gezondheid. Als je twijfels hebt over waar je recht op hebt, laat die dan nu los. En vertrouw erop dat het leven plezierig en comfortabel mag zijn. Laat dit nu tot jouw bewustzijn heel diep doordringen. Stel je nu de voorste muur van de piramide voor. Deze vertegenwoordigt genot en jouw vermogen om vreugde heel diep te ervaren. Vergroot deze muur zodanig dat hij jouw hele bekken omvat. Hou je lichaam binnen de structuur van deze piramide. Voel hoe jouw lichaam geneest van het verleden. De negatieve energie die jouw vermogen tot vreugde blokkeerde, smelt nu helemaal weg door de warmte en het genot dat je in jouw onderbuik voelt. Ontspan je spieren en haal diep adem. Zeg ja tegen het leven en de goedheid waarvan je weet dat die jou omringt. Breng nu je aandacht naar de verste rechtermuur van deze grote oranje piramide. Deze vertegenwoordigt overvloed. Laat de goedheid binnenstromen. Vergroot je gevoel van overvloed zodanig dat het ook alle goedheid om je heen omvat. De lucht, de zon, de maan en de sterren. Wees dankbaar voor de wind, de regen en al het natuurschoon. Vergroot deze oranje piramide en sluit je ogen. Stel je nu voor dat je een jouw bekende bank binnenloopt. Nu neemt een bankmedewerker je via een paar vergrendelde deuren mee naar de plaats waar speciale deposito's in kluizen worden bewaard. De ruimte is van de vloer tot het plafond gevuld met deze kluizen. Je weet dat ze een bijzondere inhoud hebben. De medewerker van de bank overhandigt je een sleutel waarvan je weet dat die enkel op jouw kluis past. Misschien zie je bij het rondkijken namen op sommige kluizen.
dan zie je ineens die van jou. Jouw naam staat er duidelijk op. Je opent de kluis met de sleutel in je hand. Kijk nu wat erin zit. Dit is van jou en alleen van jou. Wat heb jij in de kluis gevonden? Oude kranten, goudstaven, onbetaalde rekeningen of nepjuwelen. Was hij tot de rand toe gevuld met geld en cheques of was hij leeg? Het kan moeilijk zijn om te begrijpen of te aanvaarden. Wat is jouw idee over geld? Wat je ziet is hoe je onbewust denkt over geld. Stel jezelf de vraag wat er zou gebeuren als je geen geldproblemen had. Als er geen dringende facturen in je brievenbus vielen. Wat zou er gebeuren als je de loterij won en alles zou afbetalen? Wat zou je doen? Hoe zou je leven veranderen? Wees absoluut eerlijk tegen jezelf als je hier antwoord op geeft. Wees diep eerlijk. Als je echt kijkt naar de reden om in geldnood te blijven, ontdek je misschien dat het alleen maar een patroon is, dat je als kind leerde. Zoals bijvoorbeeld, er is nooit genoeg om rond te komen. De ene deur in en de andere deur uit. Hoe ben jij opgevoed met geld? Hoe ben jij opgevoed met materie? Hoe ben jij opgevoed met welvaart? Wat zou er gebeuren als je financieel succesvol was? Wat zou er veranderen? Ben jij soms bang voor verandering? Of is geldgebrek de hechtpleister die ervoor zorgt dat je in een onbevredigende relatie blijft? In plaats van eruit los te breken en opnieuw te beginnen. Misschien heb jij wel moed nodig in plaats van geld? Wat we financieel waard zijn, wordt door ons gevoel van eigenwaarde bepaald. Door liefde en steun naar jezelf te sturen en jezelf te aanvaarden, kan je dit ook loslaten. Sluit je ogen en je zit nog steeds in jouw oranje piramide. De piramide is open van boven en er stroomt een oranje straal naar binnen. Ze brengt jou een gezond gevoel van eigenwaarde. Laat dit stromen door al jouw cellen van jouw lichaam.